wat is nu de beste fietsendrager? Ik heb er hier een. De ProUser Diamant voor twee fietsen. Ik heb er hier een. De Thule XT939 voor vier fietsen. We hebben er nog meer. Zoals deze. Eubler met mijn fiets erop. We zijn aan het testen met de dragers. Wil je de allerbeste? Mijn mening, onze mening. En bekijk zelf al als accessoires, functies, gewichten, inklapbaarheid, kantelbaarheid. Maar de beste in onze ogen is Thule. Ja, Thule. De meeste fietsdragers worden verkocht van het merk Thule. Thule is echt gewoon, ja, zoals ik noem het al bij een andere. Als mensen het over terreinauto hebben, ze het vaak over een Jeep. Hebben ze het over een fietsendrager, hebben ze het al heel snel over een Thule. Heb je het over een fietstrainer, zeg maar, hè? Dus een ding waarmee je in de winter je fiets opzet en binnen gaat trainen voor sporters, hebben ze het over een tax. Ja, iedereen heeft bijna een tax. En heel weinig mensen hebben de concurrerende merken op een of andere manier, omdat tax supergoed is. Hetzelfde is met Thule het geval. Thule is gewoon superkwaliteit. Je ziet het ook in de afwerking van alles. Je zal je nergens aan openhalen, bijvoorbeeld. Er zit een wieltje op om hem te vervoeren, want hij is weliswaar zwaar, maar door dat wieltje voelt hij eigenlijk een stuk lichter dan deze. Dan deze ProUser Diamant, die lichter is, alleen hij heeft niet zo'n wieltje. Wat hier wel super cool aan is, is dat hij natuurlijk heel klein op te vouwen is. Je krijgt deze tas erbij en daar past hij in. That's it, zeg maar. Dus ook klein is die. Maar nogmaals, deze is voor twee fietsen, die is voor vieren. Dus je moet sowieso de keuze maken. Enerzijds natuurlijk, wat voor budget heb ik voor de drager? En natuurlijk, hoeveel fietsen moeten erop kunnen? Mijn tip, als je meestal twee fietsen meeneemt, maar één keer in het jaar drie fietsen wellicht, dan zou ik niet meteen een drie fietsen fietsdrager kopen. Maar gewoon die derde fiets misschien gewoon in de auto leggen of verzin iets. Want ja, drie fietsen is vaak wel een heel ding. En soms kun je bij fietsdrager een extra accessoire kopen, waarbij je zeg maar nog een extra goot erbij krijgt. Kan. Dus de keuze is aan jezelf. Maar goed, de beste, Thule. Maar. Beste prijs-kwaliteit. Dan kijken we hier naar. €300 voor twee fietsen. €550 voor vier fietsen. Maar ook wil je de drie fietsen variant. Is hij nog veel en veel duurder dan die. En ook een Thule van twee fietsen is veel duurder dan de ProUser Diamant. En deze is gewoon prima. We hebben hem getest, we hebben de fiets erop gezet. Nog nooit ervaring met een ProUser. En binnen twee minuten hadden we hem helemaal achterop de auto, gewoon vanuit de verpakking bij wijze van spreken. En gewoon nog een minuut of anderhalf later stonden er gewoon twee fietsen op. Dus ook heel makkelijk te gebruiken. Niet de allerbeste kwaliteit, je ziet het hier. Wat hoekiger, wat vierkante lasnaden. Je ziet het een beetje, maar nog steeds gewoon prima. En hij is getest door heel veel sites, tijdschriften, instanties. Meerdere jaren als de fietsdrager met de beste prijs-kwaliteit. Dus hij gaat al een poos mee. Aan de andere kant iets wat goed is. Laten we eerlijk zijn, een fietsdrager. Het is geen carbonfiets die ieder jaar beter moet worden. Als het goed is, is het goed. En in onze ogen is dat deze. Dat is het. Hopelijk heb je er iets aan gehad en waardeer je de video met een duim. En wil je de testen zien, willen zien van die en van die en van deze en van andere? Kijk op ons YouTube kanaal of op de blog en ik zal de link onder de video zetten. Bedankt. Hoi.